Yes. Yes. Daar is hij weer, de Herrenhutter Adventster. En we gaan hem ook dit jaar weer ophangen op een hele bijzondere plek, centraal in Zeist. En het is een plek waar we de ster al een aantal jaar achter elkaar ophangen. Vorig jaar niet, dat had te maken met corona. En dat hebben we ook geweten, want heel veel mensen die zeiden toen, wat jammer, ik kijk elke avond omhoog naar die ene plek en de ster hing er niet. Dat gaan we natuurlijk dit jaar goed maken. Inmiddels had u de plek natuurlijk vast herkend. We staan boven het rond, midden in het centrum van Zeist. Op de achtergrond het gemeentehuis. Dit is het torentje op het rond en daar hangen we ieder jaar een mooie Herrenhutter Adventster op. Dat gaan we nu ook doen. Op deze manier laat het ZZG ieder jaar opnieuw het licht van de beroemde Herrenhutter Adventster schijnen over Zeist. Maar dat doen we niet alleen in Zeist. We proberen dat ook op een kleinschalige en een bescheiden manier te doen in de rest van de wereld. Sinds 1793 zet het ZZG zich in voor mensen in nood. Wereldwijd, bijvoorbeeld in landen als Suriname, Tanzania en ook Zuid-Afrika. En in deze tijd van Advent en Kerst is het ook zo mooi te bedenken dat diezelfde Herrenhutterster ook in Suriname, ook in Tanzania en ook in Zuid-Afrika schijnt. En dat ook die mensen waar het ZZG al zoveel eeuwen mee samenwerkt, in het licht worden gezet.